zondag, als het goed is, gaat de Formule 1 beginnen. Hoe kijk je daarna uit naar dat seizoen? Het kan natuurlijk een heel interessant seizoen worden. Het kan een heel interessant seizoen worden. Het kan ook een heel saai seizoen worden. Ik bedoel, Mercedes zijn heel erg dominant geweest voor de laatste 6 jaar. Die hebben eigenlijk alle kampioenschappen gewonnen die ze gedaan hebben. Zoals er nu uitziet in Barcelona test, waren ze weer het snelste. Ze zagen er heel goed uit. Red Bull heeft wel een beetje het gat gedicht, volgens mij, in mijn gevoel. Ferrari is wat meer weggevallen. Dus ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat ze tot sowieso Red Bull gaan vechten met Mercedes. Ik zal niet kunnen zeggen of er maar 4 auto's voor de overwinning gaan in plaats van 6 ten opzichte van vorig jaar. Dus we zullen zien hoe het in Australië gaat. Ik hoorde je net zeggen dat het misschien ook 8 kunnen worden. Ja, 8. Ik bedoel, Racing Point. Die hebben in principe een kopie gemaakt van de auto van vorig jaar van Mercedes. Dus die hebben een hele grote stap voorwaarts genomen. Zelf denk ik persoonlijk dat die met Ferrari zal gaan vechten. Maar Ferrari heeft gewoon een achterstand ten opzichte van Mercedes. Dus ja, ik denk dat het gat van Ferrari en Racing Point naar Mercedes en Red Bull echt wel een 0,5 seconde zal zijn in Australië. Maar ja, misschien kan ik me vergissen. Misschien, hopelijk, is het 8 auto's voor de overwinning in plaats van 4. Dat is altijd leuker om naar te kijken. Maar we zullen zien naar de kwalificatie waar iedereen staat.